Ik dacht dat het simpel zou zijn. Ik heb jullie onderschat, het spijt me. Farming Simulator 2019. Zoals jullie zien, de aanhanger is weg. Jullie zien dit hier, hij zit erop, eindelijk. Er waren heel veel mensen die zeiden, ja, je kan het verkopen op die manier. Dat soort dingen, dikke shout naar alle boeren. Ik ben nog echt super noob. Maar jullie kunnen me helpen met het leren van dit. Vandaag gaan we ons land goed maken. Want ik heb natuurlijk gevraagd wat je als allereerste moet doen en dat soort dingen. Mensen zeiden dat je eerst moet cultiveren. Maar volgens mij kan je ook gewoon gewasbescherming. Dus van die sproeiers nemen. Ik moet mesten, ploegen en lijmen. En lijmen kan je hiermee. Landbouwkalk, dat was het. Ja, sorry, ik ben meer van de Engelse termen. Dus volgens mij kan je dat allemaal gewoon met die sproeier doen. En een ploeg. Maar ik denk, wat je daar ziet, dat het onkruid is. Want de zaadjes zijn natuurlijk opgezaaid, volgens mij. Dat weet ik niet. En ik denk dus met een ploeg dat je zo de zaadjes in de grond stopt. Dus dat gaan we vandaag doen. We hebben niet heel veel geld, maar ik heb ook een tip gekregen dat je dus met een tractor met smalle banden moet doen. Dus je dat gaat doen. Dus we gaan denk ik één tractor halen met smalle banden. Dus een kleine tractor. Zullen we gewoon deze nemen? Nou, we nemen wel even een Voltra. Nee, we nemen wel deze. Deze ziet er namelijk grappig uit. Kijk, smalle banden. 150 horsepower. Gewasbescherming. Deze. Ja, die is wel genoeg. Hoeveel horsepower heb je daarvoor nodig? Dat staat er niet. Hé, hey, geweldig. Oh, oké. Okay. Nou, ik neem gewoon deze. We zien het wel. We kunnen hem altijd nog verkopen. Smalle banden. Kopen. Oké, okay, die staat dus bij de winkel. Zo. Kopen. Ja. We kopen gewoon deze. Bam. Gekocht. We kopen deze. We zien het wel hoe de percentages omhoog gaan. En we kopen een ploeg. We doen gewoon deze ploeg. Ik ga niet te duur, want we hebben niet heel veel geld meer. We moeten ook nog jobs gaan doen. Maar ja, daar heb ik nu nog even geen zin in. Misschien kunnen we dat nog doen. We gaan eventjes naar de shop. Het is wennen dat alles in het Nederlands staat. Hier hebben we dus. We hebben eigenlijk ook wel onze pick-up nodig. Dan kunnen we alles hier opzetten. Maar ook wel een forklift, volgens mij. Dan om het ook erop te zetten. Ik weet niet, want volgens mij kan je het hier niet echt optillen. Wow. Ik ben het helemaal vergeten. Sorry, ik had helemaal niet door. Jullie zagen dit alvast. Dat is een mooie teaser. Ik ben vandaag met het stuurwiel, zoals jullie zien. Laat een like achter als jullie meer video's willen zien met het stuurwiel, want ik heb gezien dat het veel fijner is. Oh, het is wel heel lekker hoor. Ik heb nog geen controls op mijn stuur zelf gezet, dus ik doe nog alles met de muis en keyboard. Zo. Ik vind het juist eigenlijk wat minder fijn. Zo, en Q. Yes, we got him. We got him. Wat we nu even gaan doen is de sproeier bijvullen. Ze zijn we nu even aan het vullen met deze, die hier staat. Zo, hoeveel zit daarin? Oké, 2000. Die rode gaan we dan zo ophalen en de ploeg ook. Deze gaan we nu eventjes mee naar huis. Hij is wel heel vet. Zullen we hem even uitklappen? Even kijken. Hopelijk gaat hij niet daar tegenaan. Oh, dit is insane! Maar trouwens, we gaan weer voor de 4000 likes voor een server. De vorige keer is het niet gelukt, helaas. Maar we gaan dus weer voor de 4000 likes. Zo, kijk uit. Watch out. En nieuw. Vet hoor. Dit is heel gaaf. We gaan eventjes lekker sproeien, want deze machine kan sproeien. Thanks voor de tip. Degene die zei dat je smalle banden moest gebruiken, zeiden meerdere mensen. En er was ook iemand met een heel verhaal wat je als eerste moet doen. Ik heb ook even mijn moeder om hulp gevraagd. Van wat moet je nou eerst doen? Ik weet eigenlijk ook niet waarom zij het weet, maar ja. Inderdaad, ik ben geen boer. Maar ja, ik vind boeren wel heel vet. Ik vind het altijd satisfying om naar die dingen te kijken. Het is super vet, je mag gewoon tips achterlaten. Sommige mensen zijn ook echt boer, wat heel vet is. Ik heb ook mensen hun kanalen gekeken en die hebben ook echt gewoon video's. Daarvan wat ik ook echt heel vet vind. We zijn aangekomen op ons stukje land. Ik stuur nog steeds met WASD. Sorry, ik vergeet het. Ik moet ook echt draaien met de camera hier opzetten. Zo. Staan allemaal een beetje onhandig. Maar ja, deze moeten we dan eventjes achteruit rijden. Ik heb ook gehoord dat je het gewicht achter moet zetten als je iets met je voorlader doet. Dat dacht ik al wel een beetje. Maar ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat niet heb gedaan. I don't know. Oh, die kan natuurlijk. Oké.
Het maakt niet echt heel erg uit of die er tegenaan komt namelijk. Oh, nee. Die wil ik niet. Ik stop tot de verkeerde. GGQ. Yes. Let's go. We gaan even hiermee rijden. Dat is leuk. Zo, ja. First person. Je hoort nu bijna niks. Oké, we gaan naar de winkel. Heel vet. Zo, en dan nemen we dus ook meteen de ploeg mee. Dit is heel vet. Mijn schakelpook zit best wel heel erg in de buurt. Maar die hebben we nu niet nodig. Ik doe zonder schakelen. Zo, hier komt toch niemand. Dus ik ga niet kijken of iemand aankomt. Kijk, deze gaat even iets sneller. Mijn mic zit een beetje voor de kaart. Lekker rustig hier binnen. Er zijn bijna geen auto's in deze game. Terwijl traffic wel gewoon aanstaat. Maar ja, het is gewoon best wel rustig. Er zijn ook al allemaal bordjes voor tractoren. Of trekkers. Maar zelfs in de game in Nederlands. Ik heb de game in Nederlands gezet. En er staat kleine tractoren staat in het koopmenu. You got exposed. Zo. Zo, ik ben echt binnen no time bij deze winkel. Oh, wow, 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 wow. Dit wordt lastig. Zullen we het proberen? We gaan het proberen, oké? Got him. En dan moeten we nu deze eventjes optillen. Oh, why is it not working? Hoe zit hij er nou weer op, joh? Wat is dit? Zal ik eerst ploegen? Ik denk dat ik eerst ga ploegen. Ik weet niet of dat het slimste is. Ik ga wel denk ik eerst ploegen. Ik ga maar voor de zekerheid met diegene doen met smalle banden. Dus zo. Zo kan je niet zijn. Welkom bij het leven. Bam. Zet dit ding hier uit. En nu nemen we die met smalle banden. En dan gaan we denk ik eerst ploegen. Die hebben we dan ook weer. Dan gaan we nu eventjes de ploeg equippen. Equippen nog wel. Bam, we have the ploeg. Ik heb de tijd even heel sloom gezet. Omdat ik ook gewoon heel sloom ben. Oké, dus nu ben ik gewoon even gewassen. Maar anders verpesten. Zo, ploeg laten zakken. Eventjes de cruise control zetten. 3. Oké. Hier staat dat de tarwe aan het groeien is. Er staat tarwe aan het groeien. Het is ook bemest, een beetje. Ik weet alleen niet hoe hij draait. Je hebt een stukje gemist, pik. Oh, dat ga je nu doen. Goed zo. Maar dus iemand zei ook, maak deze twee velden aan elkaar. Dat kunnen we ook wel gaan doen. We zijn gewoon velden aan het maken. Nee joh, ik vind het echt vet. Ik ga denk ik even wat meer lenen. We gaan deze kopen. Deze heeft ook smalle banden nodig. Ik weet niet hoeveel horsepower die moet. Aanbouw. Ja, dat heb ik nu niet nodig. Ik ga denk ik voor de small tires. Big bags. Landbouwkalk. Kopen. Yes. Oh, hij is wel lekker bezig hoor. Hij is wel lekker bezig. Lekker man, bro. Hij maakt dus het gewas ook niet zo erg kapot. Omdat hij small tires heeft. Ja, dat heb ik al gefixt, onkruid. Het is al 50% bemest. Wat wel best wel netjes is. Ik kan nog een tractor halen, maar ja, ik weet niet. Weet je wat? We wachten gewoon. Wat we nou gaan doen is, we gaan een job doen. Dat is een goed idee. Gewoon iets wat niet heel veel is. 14 artikelen lenen. Heb ik dat nog geklikt? Oh, ze zijn er. Wat heb ik gedaan? We moeten dus naar veld 14. Ik weet niet wat ik heb gedaan voor 1000 euro. Ja. Ik hoef het niet eens te bemesten. Ik moet alleen het katoen harvesten. Van veld 14. Ik vergeet het weer. Ik doe het weer niet met het sturen, hè. We kunnen weer niet zo heel veel doen. Nou, we doen wel veel in deze video. Maar ik heb gewoon heel... Heb je die damage gezien rechtsonder? Kijk, die wielen gaan helemaal zijwaarts. Ik moet eigenlijk aan die andere kant beginnen. Oké. Je kan ook gewoon heel zijn land verpesten, hè. Maar dan krijg ik geen geld. Oh, je veld is ook lekker scheef, maat.
ploeg gewoon even een nieuw veld, joh. Oogstmachine inschakelen. Go, 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 in. Go, 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 in. Hij doet het. Ja, dat komt erbij. Nee, 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 nee. Wat doet die arbeider? Serieus, dat heeft die flippin' arbeider gedaan. Ik moet het alleen doen. Oké. Zo, je moet dit ding wel snel kunnen omgooien. Straks sloop ik je andere gewas. Machine laten zakken. En dan gaan we weer. Maar dit duurt lang. 7%. 8%. En gooi hem om. En terug. Even uitzetten. Hij is nog bezig. Hij levert wel goed werk hoor. Ja, 50% is het gewoon. Foutloos. Sorry, dat zit in mijn hoofd. Zo. Even kijken bij mijn geliefde ploeg. Die banden draaien veel sneller dan dat die eigenlijk gaat. 5 km/u ben je gestoord. Die tractor die kan het gewoon echt niet aan. Dit is echt een domste aankoop ooit. Hoe kan dit ding nog niet vol zitten met katoen? Ik zie je trouwens links zoomen. Er zijn toch wel mensen die geen boer zijn die hier naar kijken. Anders ben ik zo alleen. Dude, kijk, om mijn weg naar school zijn ook heel veel boeren en tractoren en weilen of akkers. Dat soort dingen. Dus ik kan er wel goed dingen van oppikken. Er zijn ook daar 3 plantjes, dat triggert mij zo, hè. Dan moet ik dan straks nog langs. Oh, sorry meneer, het spijt me, ik ben nieuw. Ik dacht dat het simpel zou zijn. Ik heb jullie onderschat, het spijt me. Het spijt me, dat zou ik nooit meer doen. We hebben het bijna. Dit is zo mooi. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. En dit dan allemaal voor 1000 euro, hè? Gek dat ik ben. Maar dan heb ik wel iets te doen in deze video. Anders moet ik wachten op die ploeg. Ik denk dat ik niet eerst dat andere veld ga ploegen. Ik wil eerst dit afmaken. Maar de lijm staat nog daar. Ik moet eerst lijmen. Dus ik ga denk ik eerst gewoon weer een ander vel ploegen. Hè? Ik moet ook nog het onkruid weghalen. Daar heb ik wel machines voor, maar ik moet eerst lijmen. Dat is juist het probleem. Dus eerst op kalk. Go, go, go. Come on, come on. Chop, chop. Oeh, oeh, oeh. Niks gebeurd. Yo, je mag hem trouwens zelf gaan schoonmaken, dat ding. Ik heb hem gehuurd. Hey Pik, leuk je gekend te hebben. Later man bro. Zo gaat dat hier. Wat ik eventjes ga doen, is ik ga even switchen. Switcheroo. Hij is klaar. Hij heeft hem ook lekker uitgezet, die motor. Heerlijk. We gaan hem zo ook even denk ik schoonmaken. Ziet er goed uit. En die smalle banden hebben geholpen hoor. Nu kunnen we het... Nu kunnen we het andere gaan ploegen of eerst het lijmspul gaan halen. Maar ik denk dat we eerst gewoon het andere gaan ploegen. Zal ik het veld aan elkaar vastploegen? Dat doen we in de volgende video, oké? Eerst gaan we hier nog gewoon tarwe groeien, hè? Dat gaan we dan daarna doen. Oké, ploeg laten zakken. 3, cruise control. Arbeider in huren. Je mist stuff. Nu doe je het goed. Nou, dit gaat weer eventjes 3 jaar duren. Nu moeten we dit doen. Ik heb niet heel veel tijd meer. Dus dat wordt ook even mooi. Welkom bij de compilation games van het ding terugbrengen. De John Deere. Ik vind de Valtra mooier, sorry. Ja, dit doe ik even zo. Dit gaat veel makkelijker op toetsenbord. Zo, hé. Lekker hoor, om dit weer even op toetsenbord te doen. Sorry, ik ben echt de enige op de wereld. Oké, yo dude, waar komen die balen uit? Vertel me dat even. Weet je wat ik heb? Ik heb zo'n gevoel dat ze daaruit komen. Dus dat moeten we even doen. Ik ga dat serieus gewoon even met toetsenbord doen.
Ik weet niet of het echt in zou moeten klikken. Oh. Die trailer was letterlijk alleen als je tractor daarheen ging brengen. Ook naar dat veld, dat je niet met dat ding daarheen moet. Ik kan dat ook gewoon neerleggen. Ik dacht van, nee. Dit weten we dan voor de volgende keer hoe het eruit gaat zien. Heel verkeerd. Zo mooi, we deden het goed. Oh. Het is heel gaaf, al deze apparaten hier. Dus we hebben geploegd. In de volgende video gaan we limen. Het staat dus daar nog bij de winkel, bedenk ik nu opeens. Dat doen we dan wel in de volgende video. Daarna gaan we kunstmest en onkruid. Dat limegedoe, dat apparaat heb ik daar al. Dit is voor sproeien en het mest zit hier al in. En dat gaat hij dus sproeien over de planten. Dus we hebben alles gewoon goed gedaan. Dan kunnen we het gewoon oogsten met deze. Met die. Daarmee kunnen we tarwe oogsten. Dit is nog aan het groeien, omdat de tijd niet heel snel staat. Want de tijd staat gewoon op realistische tijd, wat het nu ook is. In de volgende video gaan we dit dus bij elkaar ploegen. En dus één zo'n veld gaan proberen het helemaal af te maken. Dus het gaat echt heel cool worden. Maar dit is dus ook een soort onkruid. Maar dus nu zijn hier nog steeds zaadjes, als het goed is. Ja, kijk, tarwe aan het groeien.